Dus ik loop daar in Amsterdam met mijn vader en moeder. We zijn eerst over die markt heen geweest daar, de bekende Albert Cuyp. Mijn moeder heeft daar allerlei koopjes heeft ze opgehaald. En die verkochten jullie weer door? Waarvan mijn vader altijd vond, waarom moet je ze hebben, want je hebt al genoeg. Maar we gingen dan 's middags altijd even naar het plein waar Shorts of Londen was. De Shorts of Londen? Ja. En daar zat een artiest. Wat ik als kind zeg maar, ja, dat vond ik fantastisch. Live muziek. Echte Nederlandse muziek, accordeon. En ik zat daar zo aan een bakje koffie te kijken, want hij speelde daar, Manke Nelis. En ik zat zo te kijken en toen viel mij pas op dat hij één been had. Daarom heet hij ook Manke Nelis. Dat weet ik. En dat heeft me altijd zeg maar bezig gehouden. Dat vond ik gewoon echt iets bijzonders moois. Maar buiten dat vond ik het ook een artiest die gewoon echt tijdloos is. En die nog steeds in deze tijd ook net zo goed zou passen als 20 jaar geleden. En ik vind dat liedje, hoor ik eigenlijk altijd nog steeds een beetje in mijn hoofd. Want als ik denk aan gezelligheid, als ik denk aan Amsterdam, dan denk ik aan Manke Nelis en een kleine jodeljongen. Horen, die al jubelen door het dal, de lente brengt je overal. Liedje met een wonderen melodie.